moet hij ook de durf willen hebben als raad om een stap te willen zetten. En als hij dat niet wil vanwege principiële redenen, dat is oké, hè. Wij gaan ook niet die partijen overtuigen die dit pertinent niet willen. Er waren natuurlijk een aantal bezwaren vanuit de mensen, inwoners. Hoeveel kansen denkt u dat die hebben? Nou ja, er zijn best wel goede inbrengen geweest vanuit de omgeving. Van als dit park er komt naar de toekomst toe, hè, want de komende 5 jaar nog niet. Omdat daar echt nog hele lange procedures aan verbonden zijn. Denk dan bij de invulling aan een bepaald aantal zaken. De landschappelijke inpassing, zonnepanelen op daken. Bouwcirculair, zodat je ook de impact op het milieu reduceert. Dat soort suggesties die nemen we heel graag mee bij de nadere uitwerking. Dus er is best wel wat commentaar. Er zijn ook mensen die principieel niet willen. Nou ja, die gaan we volgens mij niet overtuigen vanuit het college van BMW. Wij vinden het heel erg nodig. Belangrijk voor de regio, belangrijk voor de gemeente Almelo, voor de bedrijven. Om die naar de toekomst toe toekomstperspectief te kunnen bieden, zodat ze kunnen uitbreiden. En zodat cruciale werkgelegenheid en nieuwe werkgelegenheid voor Almelo en de regio behouden blijft. En daarom zetten we erop in. En mensen die we daarin niet kunnen overtuigen, ja, daar verschillen we dan van mening. En uiteindelijk is het de raad die bij meerderheid beslist. Maar denkt u wel dat er een voldoende draagvlak is in de regio? In de regio denk ik dat in de hele programmering van de bedrijventerrein, en de discussie gaat ook nog lopen, dat er echt ruimte is voor de komst van dit terrein. Dat daar ook sterk de behoefte aan is. Ik heb daar het volste vertrouwen in dat wij invulling geven aan een vraag die het bedrijfsleven niet alleen nu, maar ook in de toekomst heeft. Dit gaat niet over ontwikkelingen nu, hè. Maar dit gaat over ontwikkelingen tot en met 2040. En dat doen we dus niet alleen voor het bedrijfsleven nu, maar voor toekomstige generaties. Bent u nu bang met goede ontwikkelingen dat ze juist minder mensen zullen aannemen en meer technologische dingen gaan gebruiken, waardoor de werkgelegenheid zou afnemen? Nee, dat denk ik niet. Hè. Er is nu de werkgelegenheid becijferd op 3000 banen die er dan bij komen. En 2000 indirecte banen, 5000 in zijn totaliteit. Gelijktijdig voert regio Twente, alle Twentse gemeenten, ook een verstedelijkingsstrategie. Dus wij voegen veel meer woningen toe dan onze eigen bevolkingsgroei laat zien. En als we dus meer mensen hier naartoe willen trekken, moeten we er ook voor zorgen dat er meer banen komen. Nu moeten we ervoor zorgen dat bedrijven die het hier goed doen, dat die hier blijven en hier kunnen uitbreiden. En daar steek ik als wethouder economische zaken mijn nek voor uit.